Bij een verkeersongeval in Oudorp zijn twee inzittenden van een personenauto om het leven gekomen. De auto wilde ter hoogte van de Oosterweg de oprit van de N57 oprijden toen hij werd aangereden door een vrachtwagen. Die kwam uit de richting van Stellendam. De man en vrouw overleden ter plekke. De stoplichten die bij de kruising staan deden het niet. Volgens een journalist van Flakey News is dat al enkele dagen zo. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. CDA Tweede Kamerlid Ab Klink stapt met onmiddellijke ingang uit de Tweede Kamer. Rotterdammer Klink was een van de drie dissidenten in de CDA-fractie die tegen samenwerking met de PVV van Geert Wilders was. Een uitgelekte brief van Klink over zijn bezwaren tegen de PVV was de reden voor de twee dagen diepe crisis in het CDA. Klink en de andere dissidentenkamerleden Ad Koppenjan en Kathleen Verrier legden zich uiteindelijk neer bij de meerderheid in de CDA-fractie die wel verder wilde onderhandelen. Voor Wilders was opstand van de dissidenten reden om geen vertrouwen meer te hebben in het CDA als onderhandelingspartner. Hij brak daarom vrijdag de gesprekken over een rechtsminderheidskabinet af. Oud-vijenorder Dirk Kuit is voorlopig uit de roulatie. De aanvaller van Liverpool raakte maandag op de training van Oranje geblesseerd aan zijn schouder. Kuit mist daardoor het ek kwalificatieduel van dinsdag met Finland. Ook Maasluizer Galit boulah raakte maandag op de afsluitende training geblesseerd. De verdediger van Stuttgart heeft een liesblessure en is onzeker voor het duel met de Finnen.